Van harte welkom bij mijn vlog. En vandaag wil ik het graag eens even met je hebben over adblockers. Je kent ze waarschijnlijk wel, misschien heb je er zelf al in geïnstalleerd. En met adblockers kun je de vervelende advertenties zorgen dat die niet worden weergegeven op een webpagina die jij bezoekt. Nu, je kunt daar iets van vinden, maar als online marketeer moet je daar natuurlijk mee omgaan. Maar er zit nog een ander groot probleem aan de zogenaamde adblockers. En dat is dat ook vaak de analytics geblokkeerd worden. En nu denk je misschien wel, ja, dat zijn maar een aantal procenten die dus niet meer gemeten worden. Maar er zijn inmiddels onderzoeken gedaan. En uit die onderzoeken zijn zelfs resultaten naar voren gekomen waar tot wel 40% van de bezoekers van jouw website Google Analytics automatisch blokkeert, waardoor jij die bezoekers dus ook niet terugziet in jouw analytics gegevens, niet in jouw e-commerce data, niet in jouw campagnes, die je dus met bijvoorbeeld met Google Ads of met Bing Advertising, je haalt bezoekers naar je website, maar eigenlijk worden die gewoon niet meer gemeten. Nu is 40% is wel extreem hoog. Ik heb er nog een aantal andere onderzoeken op nageslagen, maar je mag er rustig van uitgaan, een beetje afhankelijk van in welke branche je zit, dat gemiddeld zo'n 10-15% van de bezoekers op jouw website niet terugkomen in jouw analytics data. En dat is natuurlijk wel iets om over na te denken, want stel dat jij een grote website hebt of je hebt een bepaalde set van traffic, een bepaalde hoeveelheid, en in 2017 heb je, ik zeg maar iets, 100.000 bezoekers gehaald. En je komt er dit jaar achter dat je gedaald bent, dat je nog maar 95.000 bezoekers hebt gehaald. Terwijl je doelstelling misschien was, ik wil meer bezoekers of meer conversies of wat dan ook. Dan ga je misschien een conclusie trekken van oké, het gaat niet goed, we zijn gedaald. Terwijl als je deze, die adblockers eigenlijk in acht neemt en die meeneemt in de berekening, dan kom je er dus eigenlijk achter dat je misschien wel gegroeid bent ten opzichte van het jaar daarvoor. Even, het was een eenvoudig voorbeeldje, maar om maar aan te geven dat je dus niet meer 100% kunt vertrouwen op je Google Analytics data. En dat heeft natuurlijk wel impact op de advertising, op je doelstellingen die je stelt, eigenlijk op het hele online marketingstrategie. Dus eventjes meenemen, even belangrijk, als je naar Google Analytics data gaat kijken, mag je er rustig van uitgaan dat 10-15% van de bezoekers niet gemeten wordt. Ik zeg dat is ook een beetje afhankelijk van de branche waarin je in zit, want het onderzoek wat ik hier voor me heb is dat bijvoorbeeld B2C websites, die zitten in dit onderzoek op 13%, terwijl B2B websites in dit onderzoek op 36% zitten. Dus er zit veel verschil tussen. Ik zeg al, dit onderzoek wat ik hier voor me heb, dat is wel een extreme daarin. Ik heb nog een aantal andere bekeken. Maar gemiddeld genomen een 15%. Gaat ook bij jou heel waarschijnlijk niet terugkomen in jouw Google Analytics data. Tot zover mijn vlog en ik hoop dat je iets met deze informatie kunt.